We zijn hier vandaag bij de Kom in Nieuwegein, waar marketingspecialisten hun kennis delen op het gebied van marketing. Hoe krijg je nou allemaal klanten op je website? We leren het vandaag. You have to advertise the price of the payment in the product. But at some level, the consumer's got to like you. They have to want to do business with you first. Make me want to consider them. Make me think that there is relevant and forward and progressive, a frictionless experience buying the car. And if we could just do that, I think we can fight that fight quite a bit better. Als je echt een connectie wil maken, blijf een connectie met je doelgroep. Wij denken dat het beter is omdat dat vanuit de lokale omgeving te doen. En daar willen we veel meer ruimte aan geven. Vanaf het moment van het eerste contact, en of het digitaal is of fysiek, maakt eigenlijk niet uit, moet leiden tot een sale. En dat je heel dat proces perfect moet inregelen om die klant vast te houden. Een klant komt niet voor niks jouw contacten of bezoeken in de show. Nou, wat ik net al ook wel boven een beetje hoorde, is dat er toch wel wat mensen zijn die toch stiekem wel denken dat ze rationeel zijn. En ik denk zeker in de automotive wereld dat je toch wat meer mag afstappen van het denken dat je rationeel bent. En toch wat meer op dat onbewuste brein wil inspelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is in deze wereld. Eigenlijk het brein die trucjes heeft bedacht voor jou om zo slim mogelijk om te gaan met de energie die je hebt. Dat is eigenlijk wat onbewust betekent.